Ik ben Nanke de Boorde, grondwaterspecialist bij de provincie Noord-Holland. En ik ben daarnaast voorzitter van het Provinciale Platform Meetnetbeheerders. Als provincie zijn we al jarenlang intensief betrokken bij de bureau. Eerst vanuit onze bijdrage die we geleverd hebben aan het ontwikkelen van de standaard. En daarmee hebben we veel gesproken over details en we merken echt de details die maken in praktijk het verschil. Wat ik vooral heb gemerkt is dat het na het vaststellen van de standaard het echte werk voor de bonhouder pas begint. We moeten ervoor zorgen dat onze datasystemen op orde zijn. Software moet ontwikkeld worden om aan de bureau te kunnen leveren. We hebben een enorme slag gemaakt in kwaliteitscontrole. En inmiddels werken ook alle provincies volgens hetzelfde kwaliteitsprotocol. Wat er ook voor zorgt dat de gegevens onderling tussen provincies beter vergelijkbaar worden. Ik heb het gevoel dat we goed op schema liggen om op tijd onze gegevens te kunnen leveren. We staan hier op een voormalige stortplaats in Zaandam, een van de hoogste punten in het landschap. Waar deze plek ooit aan de rand van de stad gelegen was, is die inmiddels volledig omarmd door de stad. Deze stortplaats is al jarenlang buiten gebruik, volledig ingepakt. Op dit moment wordt periodiek de grondwaterkwaliteit gemonitord om ervoor te zorgen dat er geen stoffen uitspoelen. Want als we om ons heen kijken, zien we dat inmiddels al aan drie zijden van deze plaats woningbouw plaatsvindt. En aan de andere kant dan zien we een Natura 2000 gebied liggen. Dat is een bijzonder gebied vanwege de brakke grondwatercondities. Als we weer iets de andere kant op gaan, dan zien we hier een school liggen. En die maakt voor de verwarming en koeling gebruik van bodemenergie. Ja, dit zijn stuk voor stuk voorbeelden waarbij betrouwbare gegevens over de ondergrond en het grondwater essentieel zijn. Voorlopig zijn we als provincies nu vooral druk bezig met het vullen van de bureau met onze gegevens. Dat doen we erg zorgvuldig om dit met een zo hoog mogelijke kwaliteit te kunnen doen. Wanneer alle software en systemen erop zijn ingericht en alle historische gegevens zijn overgeplaatst, ja, dan wordt het een kwestie van periodiek updaten met nieuwe gegevens. Met de toenemende drukte in de ondergrond en de vele functies die soms letterlijk binnen een straal van 100 meter van elkaar liggen, is het belang van de bureau en betrouwbaarheid van gegevens voor mij heel erg duidelijk. En ik ben er trots op dat wij daar als provincies een bijdrage aan kunnen leveren. Mijn naam is Kees-Jan van der Made. Ik ben voorzitter van de branchevereniging de VOTB. Ik werk voor ingenieursbureau Wiertsma & Partners in Tolbert. In 2012 heb ik voor het eerst kennis gemaakt met de BRO. En sinds die tijd ben ik intensief betrokken geweest bij het tot stand komen van de basisregistratie ondergrond. Deze omvat sonderingen, boringen en geotechnisch laboratoriumonderzoek. We zijn hier bij Wiertsma & Partners. Dit is een van de grotere leveranciers van geotechnische data aan de basisregistratie ondergrond. Als adviesbureau zijn we ook gebruiker van de bureau. Voor geotechnische en geologische adviezen is een gedegen analyse van de beschikbare data het startpunt voor een adviestraject. Met in eigen huis ontwikkelde software kan dit nu veel sneller en efficiënter als in het verleden. We gebruiken de data rechtstreeks in onze berekeningen, maar we gebruiken deze ook om te bepalen wat er nog aan onderzoek nodig is om een betrouwbaar beeld te krijgen van die ondergrond. We nemen even een kijkje in het laboratorium. Hier kun je zien hoe grond wordt vertaald naar getallen. Al deze beschrijvingen en testresultaten worden omgezet naar digitale databestanden. Die kunnen worden aangeleverd aan het bronhouderportaal van de basisregistratie ondergrond. De ondergrond speelt een belangrijke rol bij het realiseren van maatschappelijke ambities. Waterveiligheid, woningbouw, energietransitie. De basisregistratie ondergrond zal hierin een belangrijke rol vervullen. Voor de geotechniek is de BRO een absolute gamechanger. We hebben nu uniforme formaten voor alle geotechnische data en een grote online databank. Dit opent ongekende mogelijkheden op het gebied van automatisering en verdergaande digitalisering. We lopen hiermee voorop in Europa. Ik hoop dat we in de nabije toekomst nu eindelijk eens eisen gaan stellen aan maximale onzekerheden in de ondergrond voordat we beginnen met projecten. Voldoende grondonderzoek is hiervoor noodzakelijk, maar relatief goedkoop. We kunnen dan dure missers voorkomen en efficiënter bouwen en plannen. We hoeven dan minder over te dimensioneren en we hebben dan minder beton, staal of andere bouwmaterialen nodig, waardoor deze projecten minder impact hebben op de omgeving, onze leefomgeving. Een reductie van CO2, nitraatbelasting en fijnstof zijn ook voor de komende jaren nog belangrijke aandachtspunten.
Ik ben Frank Otten, werkzaam bij Waternet. Waternet werkt voor de gemeente Amsterdam en voor het waterschap Amstelgooi en Vecht. En ik hou me bezig met bodemonderzoek, waterbodemonderzoek, bodemsanering, grondstromen. Ik ben bro-coördinator, eigenlijk erin gerold omdat wij als afdeling ons al bezig hielden met sonderingen, boringen. En op die manier ben ik meer of meer aangewezen als bro-coördinator. Wij gebruiken de bro door gegevens op te vragen. Die gebruiken wij voor onze projecten als in het kader van dijkverbetering moet je denken aan sonderingen of boringen of pijlbuisgegevens die wij gebruiken om de dijkverbetering door te rekenen. Maar ook voor de infiltratie in de duinen waar drinkwater wordt geproduceerd. En voor bodemdalingsprojecten waar pijlbuizen van belang zijn, die gegevens worden opgevraagd. En daarnaast toppen wij ook weer gegevens terug die wij in het kader van onze projecten zelf genereren. Amsterdam kent twee productielocaties voor drinkwater. Eén van is in Leiduin, dat ligt bij Zandvoort. En daar wordt water gebruikt uit de Bethunepolder. Dat gaat via twee hele grote leidingen naar Zandvoort. Daar wordt het geïnfiltreerd in de duinen. En daar wordt 3 maanden later weer opgepompt en gezuiverd en gaat als drinkwater richting Amsterdam. De kwaliteit is van belang en die wordt gemonitord via pijlbuizen. Data gaat een steeds grotere rol spelen. Het is zonde om natuurlijk gegevens die je hebt niet her te gebruiken. En daarin speelt de waterregistratie ondergrond een grote rol. En die data zal worden hergebruikt en dat betekent dat de adviezen beter worden, want er is veel meer data beschikbaar voor iedereen. Met lagere kosten, daarmee ook een stuk efficiënter. Ik ben Igor Mendizabal, directeur van Waterlabs, een bedrijf die zich bezighoudt met het beheer en validatie en analyse van grondwatergegevens. Mijn relatie met de bro is een langdurige relatie, vind ik. Sinds 2016 zijn we al begonnen met de eerste ontwikkeling van software, ketentesten. Sindsdien ben ik volledig bij betrokken bij alle soorten groepen, inhoudelijke groepen en dat soort overleggen. Wat ik het leukste vond was wel meer in de praktijk in de bro-implementatieteam. En daarna ook meteen bij de bro-taskforce. En daar hebben we een stuk of 100 bronhouders geholpen om hun gegevens in de bro te krijgen. En niet alleen voor putgegevens, maar ook voor grondwaterstanden, grondwaterkwaliteit en meetnetten. Nou, de toekomst brengt volgens mij groei in verschillende aspecten. Groei aan die aantal objecten die nog in de bro moeten komen en die nog gedefinieerd moeten worden. Groei voor ons als bedrijf samen met Real World Systems, een partner van ons. En ook groei aan de basisregistratie ondergrond met een database die snel groeit met veel data, hoogwaardige kwaliteit data, waarmee we z'n allen gewoon achterstaan en waarmee we gewoon met z'n allen gebruik van kunnen maken in de toekomst. Het is een grote sprong aan kwaliteit van die data, zeg maar, voor ons allemaal. Ik ben Suzanne Rinks. Ik ben databeheerder en bro-coördinator bij de gemeente Gouda. Ik ben Marcel Zwagemakers. Ik werk bij de afdeling projecten openbare ruimte van de gemeente Gouda als specialist projectmanagementondersteuning. Ik ben Rook Schoenveld van de afdeling projecten openbare ruimte van gemeente Gouda. In 2018 hoorde ik in de wandelgangen over een nieuwe basisregistratie die opgepakt moest worden door de gemeente. En omdat ik een achtergrond heb in bodemkunde, leek het me leuk om daarmee aan de slag te gaan. Voor de bro heb ik contractdocumenten gemaakt, standaard teksten, waarin de aanleverplicht is verwoord voor onze opdrachtnemers. Daarnaast heb ik de processen beschreven om de bro-gegevens te beheren en bij te werken. Binnen het zaaksysteem hebben wij in onze inkoopzaaktypes heb ik ervoor gezorgd dat iedereen die iets met ondergrondgegevens doet binnen opdrachten, dat ook aan kan vinken, zodat we dat later eruit kunnen halen. En dus ook goed kunnen toezien op de juiste naleving van de aanleverplicht. Onze afdeling levert en gebruikt gegevens uit de BRO. Aan de beleidskant is het besef groeiende dat je de ondergrond echt moet betrekken bij de plannen die je bovengronds maakt.
Daarin proberen we eigenlijk de data en de BRO-modellen zoveel mogelijk toe te passen. Dat gaat niet vanzelf. Het is nog een ontdekkingstocht om te kijken hoe we de uitdagingen waar we als gemeente voor staan kunnen verenigen met de gegevens die beschikbaar zijn. En wij gebruiken gegevens om bijvoorbeeld kleine kunstwerken te realiseren. Gouda is een stad die zakt, dus alles wordt ook onderuit. En als wij kleine kunstwerken, bijvoorbeeld bruggen maken, dan gebruiken wij gegevens van sondering uit de buurt, als dat enigszins mogelijk is, om te zorgen dat we geen nieuwe sondering hoeven te doen. En dat scheelt tijd en geld. Daar via de BRO is dat allemaal centraal ontsloten. Dus ik moet zorgen dat alle projectleiders die binnen onze afdeling werken de juiste tools hebben om hun werk te kunnen doen. BRO is daar een onderdeeltje van, dus ik moet zorgen dat als er weer een nieuwe wet komt, in dit geval de BRO, dat dat op onze afdeling geïmplementeerd wordt. In de toekomst, als er weer wat verandert op de BRO, dan komt dat ook weer via mij naar de afdeling. Nou, we staan hier bij een ogenschijnlijk leeg trein tussen een bankgebouw en een bioscoop. Daar gaat een appartementengebouw verschijnen. Het lijkt helemaal leeg, dat is echter verre van waar. In de ondergrond ligt van alles, liggen kabels en leidingen. Er zit al een heel warmtesysteem van de bank en de bioscoop. Het is dus heel handig om gewoon te kunnen zien in de BRO wat er allemaal in de grond zit. En daar rekening mee te kunnen houden met de bouw, de uitvoering. Maar ook het ontwerpen en engineeren van je nieuwe warmte-energiesysteem bijvoorbeeld. Dit is een heel goed voorbeeld, de plek waar we nu staan, waar je bovengronds niet ziet, maar waar in de ondergrond al van alles aan de hand is. Een heel goed voorbeeld van hoe belangrijk het is om de ondergrond veel meer te betrekken bij je bovengrondse plannen. We staan als maatschappij voor een enorme opgave. Denk aan de klimaatadaptatie en de energietransitie. Dat is heel ingrijpend. En de ondergrond die speelt daar een enorme rol in. Dus dan is het van groot belang om die ondergrond heel goed in beeld te hebben, zodat daar beleid op kan worden gemaakt. De BRO heeft een belangrijke rol gespeeld om bewustwording te creëren dat de ondergrond belangrijk is en dat die aandacht verdient.